Een goede dag en leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe instructievideo van Autolux. Vandaag gaan we het hebben over de automaat. En dan met name over de bediening, hoe dit werkt en welke mogelijkheden u heeft naast de automaat zelf. De automaat zit uiteraard in het midden en heeft een gewone normale pook. U ziet naast de automaatpook een aantal letters staan. Deze corresponderen met de functies. Wanneer u de auto in de achteruit wil zetten, dient u de rem ingedrukt te houden. En ziet u dat er aan de achterkant van de pook een knop zit. Deze drukt u in en u doet de pook één stap naar achteren naar R. Wat er dan gebeurt zijn twee dingen. Allereerst ziet u op de display de achteruitrijcamera. En daarnaast ziet u ook op de boordcomputer dat de auto in de R staat. Dit is voor de reverse, oftewel achteruit. Wanneer we de pook dan nog een stapje naar beneden doen, zitten we in de N van neutraal. Dit ziet u dan ook automatisch weer op de boordcomputer. En u ziet dat automatisch de achteruitrijcamera weer verdwijnt. Daarnaast hebben we natuurlijk de D van drive. En we hebben nog de M van manual. Manual betekent dat u ook zelf kunt schakelen met de auto. U ziet nu op de display van de boordcomputer dat er M1 staat. U kunt namelijk zelf schakelen. Dit doet u door middel van de flippers achter het stuur. Aan de rechterzijde ziet u de plus. Deze haalt u naar u toe. En u ziet dat de pook verschakelt naar M2. Wilt u weer terugschakelen, doet u dat aan de linker met de min. En u ziet dat de pook de automaat weer teruggaat naar M1. Dit doet u met name wanneer u bijvoorbeeld een helling afgaat en u meer op de motor wil afremmen. Of bijvoorbeeld wanneer u een aanhanger of caravan trekt en dus de helling op wil in een bepaalde versnelling. Wilt u weer helemaal terug, dan houden we nog steeds de rem ingedrukt. Drukken we de knop in en dan gaan we weer naar de P. We staan nu in de parkeerstand en we kunnen de rem loslaten. U ziet nu ook op de display dat de auto in de P staat. En u hoeft nu ook niet de handrem aan te trekken, want hij staat nu gewoon stil. Dit was de uitleg over de automaat van Suzuki. Mocht u verder nog vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. En anders wensen we u veel plezier bij het kijken naar een volgende video. Tot ziens!